Salim. Tom. Mag ik jou meenemen? Onder water. Zeker. Welkom in Subnautica. Een game die na 3 jaar lang in Early Access te hebben gezwommen, nu eindelijk boven water is gekomen. Wauw, wat leuk. Je klinkt ook heel enthousiast. Nou, ik was heel hard aan het denken of ik ook een pun kon maken met water, maar ik kom er zo 1, 2, 3 even niet op. Ja, nee, sorry, ik heb je echt in het diepe gegooid. Ja, leuk. Wederom. Ja. Ik hoor het wel als je een rebuttal hebt voor je grappen. Ja, nou, dat weet ik niet, maar ik voel wel aan mijn water dat dit een leuk item wordt. Ja, hoppatee. Kijk, we zijn bij deze alle slechte woordgrappen zijn gemaakt. Laten we het hebben over misschien wel een van de beste survival games van het moment. Oké. Bolde uitspraak. Ja, weet je wel. De game is nu dan eindelijk af, zouden we kunnen zeggen. Maar nog niet helemaal. Als je de gameplay ook zo ziet, het ziet er prima uit naar mijn idee. Vooral als je bedenkt van is een indie ontwikkelaar geweest. En ik denk dat je dat in die gameplay ook wel gaat zien, is dat er af en toe wat haperingen in zitten en zo. Omdat de optimalisatie is nog niet je van het. Veel pop-ups en zo in de omgeving. Okay. Maar wat er in de kern staat hier, is naar mijn idee een van de beste survival games ooit gewoon. Oké. En dan is natuurlijk meteen de eerste vraag. Waarom? Wat doet dit spel zo goed? Subnautica gooit je in het diepe. En dat is niet alleen een leuke woordgrap, maar dat werkt ook op verschillende niveaus. Want niet alleen laat de game zichzelf niet echt zien van, hey, dit is wat je moet doen en dit is hoe je het doet. Okay. Het is heel erg van, ga zelf maar ontdekken hoe je gaat overleven. Je strandt op een met water overspoelde planeet. Je bent zo'n beetje de sole survivor van een soort van ruimtecrash. En wat er aan de hand is en hoe je moet overleven, dat is heel erg aan jezelf om uit te vinden. Oké. En als je fan bent van survival spellen, dan is dit eigenlijk wel je jam. Want er is een uitgebreide, uitgestrekte wereld. Je kunt steeds dieper gaan in die wereld. Maar je gaat ook steeds dieper in het craften en het bouwen van je eigen bestaan onder water. Ja, want naast natuurlijk waarom het een goede game is, of een goede survival game, is misschien ook wel even goed om te vertellen wat de game nou precies doet. Wat jij doet in de game. Ja, zoals ik zei, je duikt in die game. Ja. En je probeert eigenlijk te ontdekken hoe je moet overleven. Okay. En hoe je dat het beste kan doen. En dat doe je eigenlijk ook door steeds dieper te gaan. Dus in het begin heb je helemaal niet zo heel veel lucht. Je hebt beperkt eten en fatsoenlijk drinkwater. En je moet gewoon proberen steeds dieper te gaan. Steeds zeldzamere materialen te vinden. Steeds meer data te vinden, zodat je toffe dingen kan bouwen. En bijvoorbeeld hier zie je nou ook weer, kijk, ik vind een schip wrak, of in ieder geval iets van mijn ruimteschip. En ik zit ook al in zo'n sea morph. Dat is dan een soort van mini onderzeeertje die je voor jezelf kan bouwen. Okay. Daarmee kom je weer verder. Daarmee kom je weer dieper. Daarmee ben je iets veiliger. Je hebt een mobiele bron van lucht. Wat dat betreft zijn er steeds van die stapjes in je tech trees dat je steeds meer kan gaan ontdekken. En dat je steeds iets effectiever wordt in dieper gaan, meer lucht hebben en weer meer ontdekken. En oprecht, dat gaat aardig diep. Ook die hele tech tree, het bouwen van je eigen basis, daar is meer in mogelijk dan je aanvankelijk zou denken. Juist. Dus in principe heeft het wat dat betreft wel echt die klassieke survival vibe van je begint op nul en je vindt nieuwe materialen waarmee je weer nieuwe bootjes kan maken, waardoor je weer nieuwe materialen kan vinden, waarmee je weer nieuwe dingen kan bouwen. Ja, het is een oneindige cirkel of een oneindige spiraal dieper, om het zo te zeggen. Want bij survival, het eerste waar heel veel mensen natuurlijk gelijk aan gaan denken is Minecraft, waarin je in principe hout verzamelt om stenen tools te maken, waarmee je weer ijzer kan verzamelen om ijzeren tools te maken. Nou, en dat is ook een beetje de bakermat van het. Weet je, er is op een gegeven moment een soort van enorme populariteit gekomen rondom survival games. Deze game kwam eigenlijk best wel kort na het verschijnen van Minecraft uit zijn beta- en alpha-fase. Ja. Kwam dit in early access uit. En het heeft nu even geduurd. Maar ze hebben nu wel iets gemaakt wat niet zomaar je eerste beste Minecraft-clone is. Ja, er zit een beetje dezelfde vorm van verwondering en dergelijke krijg je. Mm-hmm. Maar ik moet wel zeggen, weet je, dit is een heel stuk mooier. Er is meer te ontdekken dan je denkt. En ook als je 10, 12 uur hierin zit, dan ga je nog steeds, weet je wel, nieuwe flora en fauna vinden. Of je gaat in één keer ontdekken van, maar ik kan ook dit maken. Dus dan ga ik mijn basis uitrusten met deze gekke dingen. En wat dat betreft, het klinkt heel cheesy, maar de game is dus echt dieper dan je denkt. Juist. Nee, maar dat is denk ik ook wel voor heel veel mensen de bottleneck van Minecraft. En dat zie je ook in de modwereld, is dat die game helemaal gemot is. Omdat je gaat eigenlijk tot je diamond hebt gevonden of diamant hebt gevonden. En dan daar houdt het een klein beetje op qua
materialen. Maar doet deze game dat dan beter? Ja, ik zou zeggen van wel. Als je bekijkt wat voor rare dingen de wereld allemaal voor je in kan spannen, dan zie je wel, er zijn sowieso een heleboel meer materialen. Maar ook gewoon de dingen die je kan craften zijn veel uiteenlopender. En ook soms dan heb je een upgrade voor je basis die dan bijvoorbeeld weer de omgeving gaat scannen. Maar ook dat gedeelte van de basis is dan weer te upgraden met verschillende modules. Hetzelfde geldt ook voor zo'n Seamoth. Ja, een beetje spoiler alert dat je zo'n onderzeeëtje kan krijgen. Maar natuurlijk, later als je meer leert, meer databoxes vindt, meer restanten van overlevenden vindt, kun je ook een grotere onderzeeër maken. Wat dat betreft, precies. Wat dat betreft is sowieso het hele craft-principe is al een heel stuk dieper. En sterker nog, het deed me ook een heel klein beetje denken aan Fallout 4. Hoe die de basebuilding uitfaseren. Hoe het ook werkt. Die vergelijking zie ik ook wel. Ja, weet je, je hebt de plaatsen van modules en ze snappen een beetje aan elkaar. Ja, wat dat betreft hebben ze dat heel netjes gedaan, is mijn vraag. En het is natuurlijk ook wel, die game is natuurlijk gewoon in principe helemaal 3D in die zin. Het zijn HD textures. Ja. Dat heeft Minecraft natuurlijk niet. En daarom denk ik dat je ook al sneller de vergelijking trekt met Fallout 4, omdat die dat natuurlijk ook heeft. Ja, het ziet er naar mijn idee prima uit. Maar wat natuurlijk wel een beetje is bij een survival game, en dat zie ik nog niet echt in je gameplay. Je bent aan het surviven, dus ik neem aan dat je ook op een of andere manier gevaren hebt of dingen waaraan je dood kan gaan. Ja, zeker. Als jij te diep gaat en je zit bijvoorbeeld in een soort van onderwater grottensysteem. Ja. Soms raak je gewoon uit het oog dat je lucht opgaat. Dus je kunt een verstikkingsdood krijgen. Maar je kunt ook sterven aan een tekort aan fatsoenlijk drinkwater, eten. En natuurlijk, er zijn verschillende scenario's waarbij de omgeving je letterlijk vermoordt. Dus er zijn bijvoorbeeld als je te dicht op een lavameer zwemt, dan brand je dood. De druk kan je te veel worden. Maar er zijn ook verschillende fauna onder water die jou kunnen gaan jagen. Of die je in één keer te grazen nemen vanuit een plant of een paddenstoel die je net wou inspecteren. Okay. Ja, dus er zijn meer gevaren dan je zou denken. Ja, maar tot nu toe, een aantal dingen die je noemt zijn eigenlijk best wel passief natuurlijk. Van je kan doodgaan aan te weinig gezond drinkwater of eten. Dat zijn natuurlijk dingen die soort relatief passive uiteindelijk kan sterven. Maar zijn er ook om dan maar weer de vergelijking te trekken met Fallout of Minecraft, zijn er ook haaien of beesten? Jazeker. Ja, nee, je hebt allerlei verschillende biomes en die kunnen verschillende dingen spawnen. Dus er zijn bijvoorbeeld kleine strandjes, klein beetje spoiler alert, er zitten bepaalde stukken land in. Waar bijvoorbeeld kleine krabben je te grazen kunnen nemen. En er is de zogenaamde sand shark, die als je een beetje door een zandige biome aan het zwemmen bent, dat in één keer uit het zand een gigantische haaien te grazen komt nemen. Okay. Ja, die zijn er wel zeker. Dus het is niet alleen maar die passieve van, oh, let even op je fluid intake, want je bent bijna uit aan het drogen. Dat is niet de enige manier waarop de wereld je te grazen kan nemen. Ja, want dat is natuurlijk altijd mooi aan een survival game, is dat je bent iets aan het opbouwen. En het opbouwen zelf kan al heel vet zijn. Ja, ik bedoel, hier ook in deze... wat je nu ziet is dat ik dus mijn basis lekker uit aan het breiden was. Ik was helemaal hype van, ik maak meer, systemen, ik maak grotere dingen. En vervolgens dan breekt de integriteit van de hul van je basis. Dus dat is ook weer iets... Het zijn allemaal dingen die je een beetje stapsgewijs moet leren. Van, tuurlijk kan je basis upgraden, maar je moet wel zorgen dat jouw basis de druk kan weerstaan. En dat die power heeft en lucht die je kan ademen en dergelijke. Ja. Maar dat zijn allemaal dingen die de game je niet letterlijk vertelt. Dat is wel heel gaaf natuurlijk. Ik vind dat persoonlijk ook wel tof. Ik denk dat sommige beginnende spelers het frustrerend gaan vinden dat ze bij heel veel dingen eerst moeten door dood te gaan ontdekken hoe dingen wel en niet moeten. Ja. Maar tegelijkertijd is dat voor heel veel survival experts of liefhebbers is dat natuurlijk juist leuk dat je dat allemaal zelf stapsgewijs moet leren. Ja, en ik denk wel dat het mooie is aan de meeste survival games, en dat zie ik hier dan ook alweer. Jij wil je basis uitbreiden, maar dat gaat niet altijd van een leien dakje. Je kan iets vergeten of... ik zag net dan dat je dingetjes moest gaan repairen. En die soort van dynamische setbacks houden het denk ik ook wel interessant. Dat je ook wel echt iets kan vergeten en ook oprecht kan falen. Jazeker, ja. De frustratie is wel tweezijdig, zou ik zeggen. Dingen vergeten kan frustrerend zijn. Een basis bouwen kan soms frustrerend zijn. Maar dat zit hem ook een beetje in het feit dat ik de hut en de besturing af en toe een beetje klungelig vind. Okay. Sowieso is de game nog niet echt goed geoptimaliseerd. Dus je krijgt ook op best wel high-end systemen kun je nog veel frame drops krijgen. Je hebt natuurlijk nog die pop-ups in de omgeving. Maar ik moet ook zeggen dat ik gewoon hoe de interface eruit ziet en hoe die navigeert en hoe de standaard knoppen layout is. Ik vind het allemaal een beetje... Dat is wat onverzorgder. En dat geeft soms wel weer een extra frustratie. Ik heb meerdere momenten gehad dat ik een simpele batterij wou craften. Maar dan blijkt dat dat ene stukje materiaal ligt in die doos. En die doos is weggevaren. Dus nou moet ik weer
naar een andere doos? Of moet ik weer heel snel de wereld snel in voor een paar materialen? Ja, dat is voor sommige mensen is dat natuurlijk juist het hele punt van een survival game. Ik moest dan eerlijk weer zeggen dat het soms net iets te frustrerend was. Dus wat we eigenlijk wel kunnen zeggen is dat deze survival game je letterlijk en figuurlijk gewoon gelijk in het diepe gooit. Zeker. En daar moet je wel van houden. Ja, daar moet je van houden. Maar als dat je jam is en als je iets voelt voor echt een fijne, eenzame game. Want je bent godziels alleen in deze wereld. Is er een multiplayer? Nee. Er zijn wel multiplayer mods in de maak. Maar tot dusver heeft de ontwikkelaar Unknown Worlds het vrij singleplayer gehouden. Oké, dan is het. Dus ja, ik zeg eenzaam, maar dan wel op de beste manier. Dit is gewoon eenzaam in je eentje. Best wel rustgevend af en toe. Niet te veel gevaar. Gewoon lekker basisbeelden onder water. Ja, ik wou zeggen. Oké. Nee, want inderdaad, zoals het er nu ook uitziet, is best wel een chillen, rustgevende game. Als in, oké, af en toe komt er een krab achter je aan. Oké, af en toe dit. Maar je bent voornamelijk gewoon bezig met rustig aan. Ik bedoel, ik ben hier ook al een koffiezetapparaat aan het bouwen. Ik dacht van, ik heb hier een blueprint ergens voor gevonden. Fuck it, ik maak een koffiezetapparaat. Waarom ook niet? Ik heb de materialen. Dus wat dat betreft, de game doet een heleboel dingen goed. Ik hoop dat hij nog verder uitgebreid gaat worden. Ook al is hij nu uit Early Access. Maar ik denk het haast wel. Als ze wat van die technische smetjes oppoetsen. Ik neem aan dat dit een survival game for the ages is. Vet. Thanks, Adam. Dankjewel, Tom. En mocht je meer willen weten over Subnautica, er staat een uitgebreide geschreven review online op gamersnet.nl. En Salem en ik dank je allebei voor het kijken naar deze video. Zeker weten. Thanks. De natte bedoeling was het weer. Ongelooflijk natte bedoeling. Oh, klein nat. Kletsnat. Oh, ik krijg geen lucht, zo diep.